Ik ben Rick Rivaro en ik ga even wat vertellen over mijn favoriete apps. Eigenlijk heb ik elke dag wel een ritueel. Ik begin mijn dag meestal met nu.nl, omdat ik echt een nieuwsfreak ben. Dus daar kan ik het allerlaatste nieuws weghalen. Dan doe ik ook even de iPhone Club app aan, puur om even te weten wat er in mijn wereld en in mijn interesses speelt. Volgende rondje wat ik maak is even langs de jongens van Autoblog, omdat ik echt ook wel altijd leuk vind om te weten wat er te doen is op het gebied van auto's in de wereld en of er nog nieuwe snelle designs zijn die ik niet mag missen. Ik denk dat ik het meeste tijd doorbreng op de app van eBay. Natuurlijk vanwege de auctions. Ik vind het leuk om op zoek te gaan naar exclusieve schoenen, bijvoorbeeld merkschoenen, sneakers uit elke uithoek van de wereld. Evengoed ook merkkleding, dat soort dingen, gewoon om voor een leuke prijs exclusieve dingen te krijgen. En ik denk dat eBay erin geslaagd is om die app dusdanig usability friendly te maken, dat het ook echt makkelijk kan. En met de push notificaties en meldingen van auctions die aflopen, ben ik altijd op de hoogte en meestal snel genoeg om nog even het laatste bod uit te brengen. Ik denk dat ik met die apps wel duidelijk een beeld van mezelf heb gegeven en dat ook echt degene zijn die ik het meest gebruik. Ik weet nog dat ik vorig jaar op zoek was naar een paar sneakers, Nike sneakers, met een hele speciale safari print daarop. En ik had al twee paarden van, maar ik wilde graag nog een paar als collectors item. Dus ik heb ergens in Tokio, had iemand die te koop. En ik was echt op het nippertje de hoogste bieder. Dus die gaan netjes in de kast bij de anderen. En ik denk dat de meest waardevolle eBay-aanbieding is geweest. En om nou te zeggen dat ik er trots op ben, wil ik niet zeggen. Maar ik vind het wel leuk om dan vanuit je luie stoel iets exclusiefs te kunnen kopen. Mijn favoriete app is de eBay-app.